In 2009 werd een nieuw wereldrecord gerend op de 100 meter sprint door Usain Bolt. En hij deed dit in een tijd van 9,58 seconden. Maar hoe snel rende hij nou precies? Hoeveel kilometer per uur rende hij? Of hoeveel meter per seconde rende hij nou precies? Nou, het makkelijkste hier om natuurlijk mee te rekenen is met meter per seconde. Want je hebt al een afstand in meters en een tijd in seconden. Maar wat moet je nou wat delen? Deel je nou de afstand door de tijd om de snelheid te krijgen, of de tijd door de afstand? Nou, het antwoord wordt eigenlijk al gegeven door de eenheid meter per seconde, meter gedeeld door seconde. Dus om de snelheid te krijgen, deel je het aantal meters door het aantal seconden. In dit geval dus 100 meter gedeeld door 9,58 seconden. En dan heb je dus de gemiddelde snelheid die Usain Bolt deed over die 100 meter. Namelijk grofweg 10 meter per seconde. Maar hoeveel kilometer per uur was dit nu? Nou, je kunt deze meters per seconde omrekenen naar kilometer per uur. Een andere manier zou zijn door eerst het aantal meters omzetten in kilometers en het aantal seconden om te zetten in uren en dan die twee op elkaar te delen. Dan krijg je het aantal kilometer per uur. Maar is het niet veel makkelijker om direct van meters per seconde. Om te rekenen naar kilometer per uur. Vooral als je de snelheid al krijgt in meters per seconde. Vandaar dat we in deze video over snelheid, afstand en tijd gaan hebben over snelheden omrekenen. Dus hoe reken je van meters per seconde naar kilometer per uur en omgekeerd? Je zag dat we net te maken kregen met de drie grotere afstand, tijd en snelheid. Dus laten we eerst eens weer even in beeld brengen wat hun onderlinge relatie is. Vanuit de berekening die we net deden was heel eenvoudig te zien wat de onderlinge verhouding was. Namelijk meter per seconde snelheid kreeg je door meter te delen door seconde. En hetzelfde geldt wanneer we kilometer per uur willen berekenen. Ook dan deel je het aantal kilometers door het aantal uren. En dan zie je weer dat die eenheden kloppen. De linkerkant is kilometer per uur gedeeld door uur en de rechterkant ook weer kilometer gedeeld door Uur. Nou, hieruit is eigenlijk de basisformule voor snelheid eenvoudig op te schrijven: namelijk, snelheid is afstand gedeeld door tijd. Nou, wanneer je deze hebt, dan kun je hieruit de andere formules afleiden, want nu hebben we eigenlijk een formule voor snelheid, maar misschien wil je juist wel de afstand berekenen, of de tijd, en wil je daar dus weer een formule voor hebben. Deze formule kunnen we dus daarvoor gebruiken om die andere te krijgen, namelijk, snelheid kunnen we ook noteren als snelheid gedeeld door 1. En nu kunnen we kruislinks vermenigvuldigen en dan krijgen we dus 1 keer afstand, dus afstand is snelheid keer tijd. En hierbij heb je dus al de tweede formule, namelijk de formule voor afstand. Hoe breek je afstand door de snelheid te vermenigvuldigen met de tijd. Nou, een andere manier om deze formule af te leiden kan ook als volgt via een hele eenvoudige breuk die representatief is voor de formule. 2 is 6 gedeeld door 3. Nou, wanneer we Afstand willen berekenen, bijvoorbeeld 6, wanneer we 6 willen weten, kunnen we die krijgen door de andere twee getallen in die vergelijking 2 is 6 gedeeld door 3 te vermenigvuldigen. Dus je kunt deze vergelijking ook herschrijven, namelijk tot 6 is 2 keer 3. En hetzelfde kunnen we toepassen op de formule. Als we zeggen afstand, dat is die 6, tijd is die 3 en snelheid is dan dus die 2. Om de afstand te krijgen, die 6. Moet je dus die 2 en die 3 vermenigvuldigen. Dus de snelheid keer de tijd doen. Op deze manier. Dus afstand is snelheid keer tijd. En je ziet ook wanneer we hier weer de getallen bijzetten. Afstand was 6, snelheid was 2 en tijd was 3. Dan zie je hier we staan. 6 is 2 keer 3. Nou, dit gebruikende kunnen we ook heel eenvoudig de laatste formule voor de tijd krijgen. En dat doen we als volgt. 2 is 6 gedeeld door 3. We kunnen in deze. Vergelijking: 2 is 6 gedeeld 3. Kunnen ook twee getallen wisselen zodat het nog steeds klopt? Namelijk de 2 en de 3 kunnen we van plek verwisselen. En dan staat er 3 is 6 gedeeld 2. Dus dit klopt. Dat betekent dat je elke formule van zo'n vorm, dus ook de plek van de 3 en de plek van de 2 met elkaar mag verwisselen. Dus snelheid en tijd mag je van plek verwisselen. En dan geldt nog steeds de formule. Dus tijd is afstand gedeeld door snelheid. En dat is dus de derde formule die we willen hebben. En zo hebben we dus de formule voor snelheid, afstand en tijd. Nou, wil je nog altijd een check hebben, en dit is altijd heel handig, wanneer je een berekening uitvoert, dan kun je dit ook heel eenvoudig controleren met de eenheden. Zo heb je namelijk de eerste formule, snelheid is afstand gedeeld door tijd, is dus meter gedeeld door seconde. En we hebben gezien, hé, nee, dat is inderdaad ook de eenheid van snelheid, meter gedeeld door seconde, meter per seconde. En de tweede kunnen we ook op die manier controleren, namelijk afstand is snelheid keer tijd. Snelheid, meter per seconde, meter gedeeld door seconde, en dan weer keer tijd, keer seconde. Meter gedeeld door seconde, keer seconde. Dan houden we weer meter over, en afstand is inderdaad meter, dus ook deze klopt weer. Of de laatste, tijd, is afstand gedeeld door snelheid, is dus meter gedeeld door meter per seconde. Meter gedeeld door een breuk. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dus meter keer het omgekeerde van meter per seconde. Keer seconde per meter. Seconde gedeeld door meter. En je ziet hier, die meter valt weg. En je houdt dus inderdaad seconde over. En dat klopt, want tijd is in seconde. Dus je ziet weer. Deze formule klopt ook weer wat betreft de eenheden. Handig om dat altijd te hebben, dat je dus weet van... ...hé, hey, aan de eenheden kan ik dus ook zien wat ik precies op elkaar moet delen... ...of wat ik met elkaar moet vermenigvuldigen. Hoe rekenen we nu precies om van kilometer per uur naar meter per seconde en omgekeerd? Om meters per seconde om te rekenen naar kilometer per uur en omgekeerd... ...is het belangrijk dat we weten hoeveel seconden er in een uur passen. Nou, we weten 1 uur is 60 minuten... En elke minuut is weer 60 seconden. Dus in 60 minuten zitten 60 keer 60 seconden. Dus 3600 seconden. Dus 1 uur is 3600 seconden. En dit is de basis voor het omrekenen van meters per seconde naar kilometer per uur en omgekeerd. Namelijk, 1 kilometer per uur kun je ook zien als 1 kilometer gedeeld door 1 uur. 1 kilometer per 1 uur. En. We willen naar meter per seconde, dus we gaan de kilometers omzetten in meters en de uren omzetten in seconden. 1 nou, kilometer is 1000 meter en 1 uur hebben we net gezien is 3600 seconden. Je ziet al, er staat nu al meter gedeeld door seconde. Nou, wat hiervoor staat, dat is eigenlijk de factor hoe we dus omrekenen van kilometer per uur naar meter per seconde. En dat kunnen we doen door de teller en de noemer te delen door 1000 en dan komen we uit op 1 gedeeld door 3,6 meter per seconde. Dus 1 km per uur is 1 gedeeld door 3,6 meter per seconde. Dan de andere kant op. Wat als je nou 1 meter per seconde hebt? Hoeveel kilometer per uur is dit dan precies? Nou, hier kun je ook weer zeggen, dit is 1 meter gedeeld door 1 seconde. Op het moment dat we hier naar uren willen, dan gaan we dus de onderkant keer 3600 doen, want dan hebben we 3600 seconden. Dat is natuurlijk een uur. Maar wat we aan de onderkant moeten doen, moeten we ook aan de bovenkant doen om natuurlijk die breuk van dezelfde waarde te geven. Dus ook aan de, de teller vermenigvuldigen met 3600, dus 3600 meter. We weten, die 3600 seconden is natuurlijk 1 uur. En 3600 meter, we willen dat omzetten naar kilometers, is dus 3,6 kilometer per 1 uur. Je ziet dus al, het 1 meter per seconde komt neer op 3,6 kilometer per uur. Nou, algemeen dus, om snelheden om te rekenen, weten we dus 1 kilometer per uur is 1 door 3,6 meter per seconde, of 1 meter per seconde is 3,6 kilometer per uur. Nou, misschien is het nog heel verwarrend, wat moet ik hier nu precies mee? Vandaar het volgende formuletje. Kilometer per seconde, om naar kilometer per uur te gaan, zie je, vermenigvuldig je met 3,6 en wil je terug, ja dan doe je het omgekeerde. Dus daar ga je delen door 3,6. En nu zal je misschien denken van ja, maar wanneer moet ik nou keren? en wanneer ga je nou gedeeld door doen? Vandaar is het handig om de volgende berekening goed te onthouden. 100 km per uur. Als je 100 km per uur hebt, als je dat naar meter per seconde omrekent, dan is dat ongeveer gelijk aan 28 meter per seconde, grof afgerond. 100 km per uur als je naar meter per seconde wordt, dus een kleine getal. Hé, hey, maar een kleine getal, dan moet ik dus delen door 3,6 om van kilometer per uur naar meter per seconde te gaan. En wil ik weer terug van meter per seconde naar kilometer per uur, dan moet ik dus keer 3,6 doen. Dus bedenk, een snelheid in kilometer per uur is altijd groter dan in meter per seconde. En dit is dus een handig ezelbruggetje om in ieder geval te onthouden wanneer je nou keer en wanneer je nou gedeeld doet. Oké. Okay. Terugkomend op die wereldrecord 100 meter sprint van Usain Bolt. We hebben al al uitgerekend 100 meter gedeeld door 9,58 kwam neer op ongeveer 10,4 meter per seconde. Nou, je kunt hier dus voor kiezen om alles inderdaad in kilometers en in uren te zetten om zijn snelheid in kilometer per uur te berekenen. Maar we kunnen ook deze deling die 100 gedeeld door 9,58 wat nu dus eigenlijk een snelheid geeft in meter per seconde, daarna direct vermenigvuldigen met 3, Want zo reken je van meter per seconde naar kilometer per uur. Dat moet een grotere snelheid geven. En dan kom je uit op ongeveer 37,6 kilometer per uur. Dit was zijn gemiddelde snelheid op de 100 meter sprint. Zijn werkelijke topsnelheid op die 100 meter sprint lag op 48 kilometer per uur. Laten we nog even een voorbeeld bekijken waarin we zowel rekenen met afstand snelheid. En tijd, waarin we ook nog eens een keer omrekenen van kilometer per uur naar meter per seconde of omgekeerd. In 2011 vestigde Craig Alexander in Hawaii een nieuw wereldkampioenschapsrecord op de Ironman Triathlon. En even ter verduidelijking, de Ironman Triathlon werd bedacht in 1977 door een aantal mensen in een bar die een discussie hadden van wat zijn nou de fitste sporters? Zijn dat de zwemmers, de hardlopers of zijn dat de fietsers? En toen bedachten ze de triatlon, de drie sporten gecombineerd. Maar dan niet maar een klein afstandje, nee echt flinke afstanden. Bijvoorbeeld voor hardlopen wordt in die triatlon gewoon een hele marathon gerend. Het eerste stuk is de zwemafstand en over de zwemafstand deed Craig Alexander 51 minuten en 56 seconden. Een gigantische tijd met een gemiddelde snelheid van 1,28 meter per seconde. De vraag is: bereken de lengte van de zwemafstand en rondaf op gehele kilometers. Nou ik raad je aan, pauzeer eens de video en kijk eens of je dit zelfstandig kunt berekenen. Nou wat wordt er eigenlijk gevraagd? De lengte wordt gevraagd, er wordt dus een afstand gevraagd en er worden een aantal dingen gegeven, namelijk de snelheid en de tijd en je weet afstand is snelheid keer tijd, want meter per seconde keer seconde geeft je uiteindelijk het aantal meters. En wanneer we hier kijken, zien we een tijd, 51 minuten en 56 seconden, en we zien een snelheid, 1,28 meter per seconde. Nou, je kunt hier een aantal dingen doen. Je kunt hier gaan rekenen via kilometer per uur of via meter per seconde. Omdat je snelheid al in meter per seconde staat en je tijd heel eenvoudig naar seconden is om te rekenen, is het hier verstandig om in meters, per sec meters en seconden te rekenen. Je kunt natuurlijk ook Iets anders kiezen, maar we gaan hier even uit van meters en seconden. Dus we starten allereerst eens even om die tijd om te gaan rekenen in seconden. 51 minuten, dus 51 keer 60 seconden plus 56 seconden geeft ons in totaal 3116 seconden. Dat is de tijd die erover deed. Dan weten we, de snelheid was 1,28 meter per seconde, dus de afstand, de zwemafstand, is nu dus te berekenen. Dat is namelijk de snelheid keer tijd. Dus 1,28 keer 3116 seconden. En dat geeft ons 3988,48 meter. Nou, Rond af op gehele kilometers was de vraag. Dus ongeveer 4 kilometer. Dus de zwemafstand was 4 kilometer. Dan de tweede vraag van de drie vragen in totaal. Op de fietsafstand. Van 180 kilometer was zijn gemiddelde snelheid 11,36 meter per seconde. Breken zijn tijd op de fietsverstand in minuten nauwkeurig. Hoe ga je hier te werk? Wat hebben we hier gehad? Er wordt weer gevraagd. In dit geval breken zijn tijd op de fietsverstand in minuten nauwkeurig. We weten snelheid is afstand door tijd. Dat is de makkelijkste om te onthouden. En je kan hier altijd die twee tegen elkaar uitwisselen, dus we weten ook gelijk tijd is afstand gedeeld door snelheid. Nou, we hebben gekregen inderdaad een afstand en we hebben een snelheid gekregen. De snelheid 11,36 meter per seconde. De afstand in dit geval is gegeven in kilometers en de snelheid in dit geval in meter per seconde. Je kunt er hiervoor kiezen om in dit geval bijvoorbeeld de snelheid om te zetten naar kilometer per uur. 11,36 keer. 3,6, je weet van meter per seconde naar kilometer per uur is een grotere snelheid. Het is even groot natuurlijk, maar het is een groter getal. Dus keer 3,6. Dus dan krijg je 40,896 kilometer per uur. Nou Dat is de snelheid, we weten de afstand, dus we kunnen de tijd nu berekenen. Want tijd is afstand door snelheid. De tijd is dus 180 kilometer. Kilometer, per uur, kilometer gedeeld door de snelheid 40,896 km per uur. En je weet wanneer je kilometer deelt door kilometer per uur, krijgen we uiteindelijk uren. Delen door een breuk, vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dus 4,40 uur. Onafgerond. Bereken ze de tijd op de fietsafstand in minuten nauwkeurig. Nou, je weet dat het zoveel uur is. Hoeveel minuten is het dan precies? 4 uur, dat weet je al. En het aantal minuten is, komt vanuit die 0,40. Hoeveel minuten is dat nou? En wanneer je dit keer 60 doet, want we denken het is 0,40 uur, en dat keer 60, dan heb je dat deel van de 60, krijg je dus dat dat ongeveer 24 minuten is. Dus het is 4 uur en 24 minuten. Kijk goed, er staat in minuten nauwkeurig. Er wordt niet gevraagd, geef het in minuten, want dan zou je 4 uur ook nog eens een keer 60 moeten doen. En dat bij die 24 op moeten tellen. Maar alleen maar in minuten nauwkeurig. Dus je mag gewoon uren en minuten geven. Dan de derde en laatste vraag. De laatste afstand is een marathon. En voor degenen die het niet weten, een marathon is 42 kilometer hardlopen. En dit deed hij in een tijd van 2 uur, 44 minuten en 3 seconden. Bereken zijn gemiddelde snelheid in kilometer per uur. Rond hierbij af op 1 decimaal. Hoe gaan we hier te werk? Ook hier weer hebben we te maken, we willen een snelheid hebben. Dus we moeten afstand gaan delen door tijd. Nou, we hebben tijd gekregen en we hebben afstand gekregen. Kilometer per uur, dan kan je er dus voor kiezen om de hele tijd om te gaan zetten in uren. Of je kunt denken van nou, ik ga eerst alles in meters omzetten en de tijd ook in seconden. En dan ga ik de naal weer omrekenen van meter per seconde naar kilometer per uur. 42 kilometer en de tijd is gegeven. En laten we eerst naar die tijd gaan kijken. We kunnen hier gaan zeggen van, nou, we hebben hier 2 uur en 44 zestigste. We hebben 44 minuten van de 60, dus 44 zestigste van een uur. En we hebben hier nog 3 seconden. En 3 seconden is 3 van de totale aantal secondes in een uur. In totaal zitten er 3600 seconden in een uur, dus 3 3600ste uur. Dus wanneer je deze drie bij elkaar optelt, dan heb je de tijd in uren. Nou, reken je de tijd, kom je op 2,73 enzovoort. Gebruik je altijd de onafgeronde getallen wanneer er natuurlijk tussenantwoorden zijn. Dus dit is de tijd, we weten zijn afstand, dus we kunnen nu zijn snelheid berekenen. Want de gemiddelde snelheid is dus de afstand, 42 kilometer, gedeeld door het aantal uur, 2,73 enzovoort... Kilometer gedeelde uur geeft ons een snelheid van kilometer per uur. En dat komt neer op ongeveer op 1 decimaal afgerond, want de vraag was rondaf op 1 decimaal 15,4 kilometer per uur. Dus nog even alles op een rijtje. Snelheid, afstand en tijd die verhouden zich als volgt. De snelheid breek je door afstand te delen door tijd. En die kun je heel eenvoudig afleiden uit de eenheid meter per seconde of kilometer per uur. Uur. dan afstand is snelheid keer tijd en tijd is afstand gedeeld door snelheid. Dan wil je meters per seconde omrekenen naar kilometer per uur en omgekeerd, dan ga je van meter per seconde naar kilometer per uur, je gaat naar grotere eenheden, naar kilometers en uren, dus je doet keer 3,6 en ga je naar die kleinere eenheden, dan ga je delen, dus delen door 3, nou, wil je meer weten? Raad ik je aan. Ga naar onze website wiskundeacademie.nl voor een overzicht van al onze video's. En je kunt ons altijd volgen op Twitter of ons liken op Facebook. Ja, en wil je subscribe subscriben op YouTube? Dat kan natuurlijk altijd. Er staat altijd een selectie van onze video's. Tot in de volgende video.